zijn alle jeugdigen van de Harmonievereniging van Baarnhek onder leiding van Ivo van Kouwenhoven. En straks die nachtegaal is onder leiding van iedereen Nachtekamp. Aan u het woord. Goedemiddag, alle vaders, moeders, kinderen en iedereen die naar ons komt luisteren. Hebben jullie dat nou ook wel eens als je 's nachts in je bed ligt? Dan krijg je een liedje, een melodietje in je hoofd. En je weet maar niet wat voor liedje dat is. Nou, dat had Sascha ook. Die kon er niet van slapen. En daarom besloot ze om vanmorgen maar naar ome Leo te gaan. En ome Leo, dat is een hele slimme man. Die weet van alles en die weet overal raad op. En daarom ging ze daarheen. Ze liep naar oom Leo. Onderweg kwam ze langs de muziekschool. En daar waren ze een musical aan het oefenen. Ze luisterde naar de liedjes. Ja. Ja. Verder en komt bij oom Leo. Ha, die Sascha, zegt oom Leo, wat kom je doen? En Sascha vertelt haar probleem. Je hebt een melodietje in je hoofd dat er maar niet uit wil. En nu wil jij weten wat je daaraan kunt doen en waar het vandaan komt. Nou, eens even denken, zegt oom Leo. Ik heb het. Ik ben net klaar met het bouwen van een teletijdmachine. Daarmee kan ik je terugsturen in de tijd. Je kunt dan de bekende componist Mozart ontmoeten. Die heeft zoveel muziek gecomponeerd, die kan jou vast weer helpen. Ze ziet een jonge man die achter een piano muzieknoten aan het schrijven is. Goedendag, wie keert is dier? Hallo, hoe gaat het met jou? Vraagt Mozart als hij Sascha ziet. Hallo meneer Mozart, mijn naam is Sascha en ik heb een melodietje in mijn hoofd dat er maar niet uit wil. Ik kom uit het jaar 2014 en ben speciaal teruggereisd in die tijd. Ik wilde u vragen of u dat melodietje misschien heeft gecomponeerd. En ze zingt vrolijk de eerste paar maanden van het muziekstuk.